Dit jaar zitten koning Filip en koningin Mathilde 10 jaar op de troon. Er werd een feest gehouden met buitenfeesten. Het feest was vrij groot en uitbundig met 600 gasten uit heel België. Plaats van het feest was de tuin van het kasteel van Laeken. Ook werden achter de schermen foto's gedeeld van de voorbereidingen voor het tuinfeest. Hoe het strijkorkest zich voorbereidde en repeteerde voor het grote optreden. De voedselbereiding en een cake met nummer 10 waren uitstekend. De gasten kwamen meegenieten van het Belgische Koningshuis en genoten van heel bijzonder amusement, van klassieke muziek tot dans, acrobatiek, zang en zelfs magie. Ook hebben ze een rondleiding gehad langs de foto's in de hal en een rondleiding door de koninklijke serres kijken. Een ongelukkige afwezigheid was prinses Elisabeth. Misschien omdat ze geen verlof van school kon krijgen, ging ze niet naar huis om haar ouders te feliciteren. De broers en zussen van Elisabeth stelden echter niet teleur. Ze zien er elegant en luxueus uit. Eleonore krijgt de meeste aandacht in een prachtige oranje jurk. En dan heb je nog een beetje een